Komt wel goed, hè? Is jouw vriendin er weer bij? Ja. Hoe heet ze? Een vrouw, hè? Ah, het is uw vrouw, sorry. Ja. Is uw vrouw erbij? Ja. Ja. Lisse. Lisse? Mooie naam. Heel mooi, man. Ja. Zeg, weet je wat dat wil zeggen? Het was Vlaams. Lisse. Lisse? Nee. Leiband. Dat wist je wel zeker. Ja. Of je wist dat niet? Ik voel dat soms. Dag Mark, Marie, dag Maaike. Dat is een tijdje geleden. Blij hier te zijn? Ja, het is altijd een beetje dubbel. Hoezo? Oh. Ik heb ook altijd wat stress. Oh. Dat is precies wat dat hier overwaait. Allee, voor mij wel. Ja. Ja. Voor jou ook? Nee. Rustig naar hier gereden? Vanaf. Nou, dan niet, want het is heel moeilijk om hier te komen. Ja, want ik weet niet wie het dan verzonnen heeft, maar... het lijkt wel of ze gewoon in een inrichting iemand pen en papier hebben gegeven. Die heeft dan... Dat hebben ze gebouwd in Antwerpen. Ja. Ik begrijp echt niet. Nee. Maar goed. Nee, ik weet, je kunt beter omrijden via Berlijn. Heb ik tattoos? Ja, ergens op het lichaam? Nee, of wel, ik heb elders. Nergens tattoos? Nee. Nee. Jij, nee. Maaike? Tattoo van een walvis op mijn gat. Vroeger was dat een dolfijn. Vraag wat je ooit gegeten hebt. Tja, ja, dingen die over datum zijn. Ja. Maar waarom eet je dat dan? Ja, ik vind het dan zonde. Oh ja. Omdat dan meestal kun je ook wel een paar dagen permitteren dat je dat nog kunt eten. Maar ja, maar geen 2 weken. Nee, dat is het raarste. Ja. Je kunt ook gewoon naar het kleur kijken. Hè. Als het groen is, moet het niet meer opeten. Ah, maar ik eet niks dat groen is. Ik eet niks. Je eet sla. Niet groen is? Nee, groen kan ik niet eten. Kikkerbellen en zo. Nee, niks. Of sla of zo. Nee, kan ik niet. Kikker als spinazie? Nee, ik kan geen groene dingen eten. Oh, dat is dat eigenlijk. Maar vind je dat mooi aan een muur of zo? Ik wil zeggen... aan de kleur. Een salaat aan een muur. Nee, ik eet geen groene dingen. En wat spruiten? Nee, spruiten is te groen. En is daar een dieperliggende psychologische oorzaak van? Maar rode paprika wel, groene paprika nee. Klopt. Nou ja. Ja. Maar ben jij wel eens in therapie geweest? Ik zocht toch, ja, zou je denken. Ja, dat is het. Vier. Goed. Ja. Ja, sorry, slecht geslapen vannacht. Was dat? Echt waar? Was dat een gaap? Was dit een geel? Huh? Was dat een geel? Ja, ik heb gewoon slecht geslapen vannacht. Maar gaapte jij zo? Nee, maar het leek echt of je toeval kreeg of ja, wat. Ik. Nee, ik moest er staan. Erik Geeuwt staat in het scenario. Ah, ja, ja, ja. Het was niet zo goed gedaan, of wat? Oh, nee. Nee, slecht geslapen. En ik ben blijkbaar niet de enige, want het was een bruggetje naar een vraag. Hè, zo Dat het had beter een brug uit de beeld. Dat hangt beter. Gepersonaliseerde nummerplaten, altijd plezant. Deze BMW-chauffeur koos voor een zeer toepasselijke nummerplaat. Echt zeer toepasselijk. Weten jullie wat er op zijn nummerplaat staat? Nummerplaat, dan. Wat? Nummerplaat. Ja, dat is goed. Ja. Nee, er staat inderdaad nummerplaat op die plaat. Goed gevonden, toch? Hè? 2000 euro. Maar het zou nu verlaagd worden tot 1000 euro. Maar toch een beetje onnozel. Omdat ze meer succes willen hebben of zo. Ik heb niet verstaan. Omdat ze meer succes willen hebben. Omdat ze meer succes willen hebben. Waarom gaat dat nu verlagen in prijs? Ja. Een nummerplaat. Ja. Gewoon verlagen. Ja, waarschijnlijk ook omdat succes een beetje aan het weg hebben is. En dan, ja, door het goedkoper te maken kun je... Maar ik denk dat het waarschijnlijk goedkoper is om bijvoorbeeld mijn naam te laten veranderen in 1ABX032 dan omgekeerd. Maar dat kost ook geld, hè? Ja? Ja, ja, volgens mij wel. Ja. Dat kost ook 20.000 per letter of zoiets. Wow. Zo, hé. Allee, frank. 20.000 frank. Maar ja, dat is wel lang. Vrouw, maar ben je nu eens een frank te rekenen? Nee, ik reken alles in frank. Ja. Nee. Huh? Ja, echt waar, ja. Ja. Geen dingen over datum, gerekend in frank. Eet geen groen. Eet geen groen. Ja. Ik ben tegen verandering. Ja, dat kan wel zijn. Ja. Maar hij zou wel beginnen drinken. Ja, dat heb ik gehoord, hè. Ja, dat is waar. Maar alleen op zaterdag, hè. Nee, ja, effectief, hè? Ja, ja, ik was de enige regisseur samen met Jan Verheyen die geen alcohol dronk in België. Ja, ja. En nu is alleen nog Jan Verheyen. Ja. Ja, die drinkt nog steeds niet. Nee. Ah, en jij wel dus nu? Ik drink veel. Ah, ja, veel.
Heb je niet het gevoel dat ik veranderd ben? Ja, ja, ik dacht al. Ja. Nee, ik drink nu op zaterdag. Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Vanaf ochtends vroeg? Om 8 uur zet ik de wekker. Vraag 9. Voedelen. Iemands hart veroveren kan tegenwoordig letterlijk. Welk medisch apparaatje dat je hartritme corrigeert, moet beschermd worden voor hackers? Een pacemaker? Pacemaker, inderdaad. Die kunnen via een draadloze verbinding communiceren met computers in het ziekenhuis en ze zijn daardoor ook kwetsbaar voor hackers. Ah, dat is gewoon om iemand te mollen dan? Ja. Denk het wel, hè? Of om te spelen. Te spelen. Aan, uit, aan. Nee, dat is waar. Maar Parijs, mooi, hè? Nee. Ja. Heb jij nog vakantieplannen, Goedelen? Skiën. Skiën? Park. Toch nog skiën? Ja. Met die knie? Met die, ja. En dat mag? Ja, ja. Oké. Okay. Ja, kan je op die sleeplift blijven staan? Ik kon niet op die sleeplift blijven staan. Die mens van die sleeplift begon te zuchten als ik aankwam. Omdat als ik dat begon dan goed, zeg maar dan was de spanning zo groot dat ik het goed moest doen. En dan gingen mensen skiën alle kanten op. En dan viel ik weer halfweg. Moest alles stopgezet worden. Moest ik aan de kant worden getrokken. Ja, dat was verschrikkelijk. Ja. Het is vooral verschrikkelijk voor al die andere mensen op die lift op dat moment. Ja, maar ook voor mij.